Begin dit jaar staat er bij de politie Deventer een man op de stoep. Hij vertelt dat zijn broer net zelfmoord heeft proberen te plegen en dat het zou komen omdat hij jarenlang als slaaf is uitgebuit. Het is het begin van een groot onderzoek. De hoofdverdachten zijn twee broers van begin 30. Het slachtoffer is al wat ouder, komt ook uit Deventer en kan amper lezen en schrijven. Hij begint in eerste instantie met het doen van wat klusjes voor de broers, maar heeft al snel geen eigen leven meer. Een van de broers is verhuisd naar Duitsland en woont daar net over de grens in het kleine dorpje Twist. Hij had in eerste instantie een sportschool, maar die gaat failliet. Daarna besluit hij zich te richten op de productie van hondenvoer uit restafval van slachterijen. In een gekoelde container achter het huis worden iedere week honderden kilo's stinkende pens en koeienharten afgeleverd die versneden moeten worden. Het slachtoffer moet het voor hem doen. Hij krijgt er niet voor betaald, maar zou hele nachten door hebben moeten werken tot 6 uur in de ochtend. Volgens de broertjes uit Deventer waren het alleen maar vriendendiensten en was er van dwang zeker geen sprake. Toch durfde de man niet te stoppen. En dat is ook niet zo gek als je hoort dat hij een pistool op zijn hoofd gericht heeft gekregen. Ondertussen is in Deventer het huis van het slachtoffer in gebruik als hennepkwekerij. Het huis van een gratis werknemer is er perfect voor. Natuurlijk krijgt hij ook hier geen cent voor. Maar met lange nachten vlees versnijden en een tot hennepkwekerij verbouwd huis stopt het bij lange na niet. De twee broers en hun vrouwen beheren de bankpas en de bankrekeningen van het slachtoffer. Hij kan dus zelf niet meer bij zijn eigen geld. Ze laten hem denken dat hij enorme schulden bij ze heeft. En ook laten ze hem verzekeraars voor tienduizenden euro's oplichten en laten ze hem gestolen auto's slopen. Maar dat verbleekt allemaal bij een andere beschuldiging. Een van de twee hoofdverdachten zou namelijk ook nog eens het 12-jarige dochtertje van het slachtoffer regelmatig hebben misbruikt. Het meisje is intussen een paar jaar ouder en zat vandaag met haar vader in de rechtszaal. De twee broers en hun vrouw zaten er als verdachten een paar meter vandaan. Ze ontkennen alles en lijken zich helemaal niet druk te maken over alle beschuldigingen. Het is de bedoeling dat de officier van justitie begin volgend jaar komt met haar strafeis.